15. Dertig vijftien. Lendl met zijn 30 jaar natuurlijk. Altijd een superatleet waar geen grammetje vet op zit. Vierde game, tweede set, 1-2. Lendl doet het toch en komt terug tot 30-15. Nou, ik denk dat dit de slechtste game van Ivan Lendl is geweest. Een paar hele wilde slagen. Caprese komt terug tot 2 gelijk.
Ik denk met name dat hele inventieve korte balletje van Lendl. Dat is ook iets van hem wat nieuw is. Niet iets wat in zijn patroon past. Dat hij misschien een beetje zijn concentratie kwijt was in die laatste game. Maar hij hoeft zich natuurlijk geen zorgen te maken. Hij heeft die eerste set al met 6-3 te pakken. En het gaat gewoon gelijk op service. Zesde game, tweede set. Camporese serveert. En het is 3-2 voor Lendl. Thank you.
heel knap zoals Camporese op dit moment staat te spelen. Hoe die Lendl toch bijblijft. Dat met al die zware partijen in zijn benen. Lendl weet gewoon dat hij goed moet serveren, want anders kan hij met het spelen van tweede service echt in moeilijkheden komen tegen de hardslaande Camporese. 40-15. Oh. 4-3 Lendl dus. Lendl werd bij die laatste misser gehinderd door het flitslicht dat uit het publiek kwam. Dit is de vierde service game van Camporese in deze tweede set. En zijn vorige drie games vond hij opmerkelijk makkelijk. Kreeg daar in iedere game maar één punt tegen. Ik denk met name die service is beter gaan lopen, waardoor die het Lendl moeilijker is gaan maken. Ja. 4-4. Thank you.
En altijd op dat moment concentreert Lendl zich net even wat langer voor die service. Belangrijk voor de Italiaan om die eerste service nu goed te slaan. De hele set heeft hij niet meer dan één puntje hoeven afgeven in zijn service games. Nu voor het eerst staat hij op achterstand, ook al is het maar 0-15. Hij heeft dat bijna nog geen één keer gedaan in de wedstrijd. Als het belangrijk is, dan doet hij ineens wat anders. Net zoals het eerste punt van deze game. Ineens ging hij naar het net. Verrast een tegenstander daarmee. En het heeft succes. Oh. 15-14.
15:40 en nu krijgt Lendl op zijn beurt 2 breakpoints. Toch wel weer klasse wat de Tsjech hier toont. Tactisch. Goede game van hem. Concentratie. En nu heeft hij zijn kansen. Nog altijd 1 breakpoint voor Lendl. Voor hem een service doorbraak. Onverwachts, maar dat is weer typisch Lendl. Die weet op de belangrijke momenten zijn spel toch een krikje hoger te zetten. Het is weer helemaal gelijk 5-5. Of Camporese zijn concentratie weer kan oppakken. De kansen die hij heeft gehad zijn voorbij. Hij moet gewoon weer opnieuw beginnen. Teleurstelling over die vorige game. Kijk, daar zit de aanhang naast die meneer in het witte. Over hem zit ook nog zijn manager. Mentale support, maar of het helpt weet ik niet. Zes-vijf Lendl en Camporese terug. 15. Nu slaat hij dan wel die eerste service op dat eerste punt. Geplaatst en hard in.
allemaal belangrijke punten. Dan wil hij ineens wel aan het net verschijnen. 15 gelijk. En nu speelt hij als het ware weer heel ontspannen. Dan staat comfortabel op 40-15. En Lendl krijgt het eerste servicepunt. Camporese heeft dit jaar in 91 in totaal 10 tiebreaks gespeeld. Heeft daarvan 4 gewonnen, 6 verloren. Dus het is niet iemand die altijd die tiebreaks wint. Een tweede servicepunt, weer een tweede service. Een Italiaan komt op een 3-0 voorsprong. Is natuurlijk maar 1 servicepunt break. Lendl mag nu 2 keer gaan serveren. 3-1. En wat Camporese net niet deed, 2 keer een eerste service slaan, deed Lendl wel. Dat kan hem wellicht wat steun geven in de komende 2 punten. Hij heeft nog geen eerste service ingeslagen in deze tiebreak. Four.
En hier pakt Lendl dan dat servicepunt terug. Kijken wat hij kan doen met zijn opslag, of hij daarvan kan profiteren. Een Italiaan komt op 5-3. En nu zullen we zien wie de meeste klasse heeft. Camporesi, of die controle over die eerste service kan krijgen op dit moment. Nu heeft hij het nodig. 5-4 voor hem. En 2 goede services zijn voldoende. Dat is 1. Camporesi. 6-4, 2 setpoints. Ongelooflijke pasing van Omar Camporesi. Lendl had het punt haast gewonnen. Loopt nog te schreeuwen naar de scheidsrechter dat hij werd gehinderd door het publiek. Maar het mag niet baten. Camporesi verdient die tiebreak gewoon.